E Beste kijkers, goedemiddag. We kunnen opnieuw terugkijken ja, naar een mooie nazomerdag met hoge temperaturen ook voor de tijd van het jaar. Het voelde zelfs wat benauwd aan. En die mooie dag is begonnen op veel plaatsen met mist of dichte mist. Zelfs hier en daar met zichtwaarden zo rond de 60 meter. Nou, mist onder andere ook hier in Ridderkerk in het Oosterpark. Als we kijken naar de komende nacht, dan kan zich weer opnieuw hier en daar mist gaan vormen. Dus pas u. Goed op in het verkeer. Temperaturen komen uit op zo'n graad of 14, 15. En daarmee is het ook ja, voor de nachtelijke uurtjes toch behoorlijk aan de zachte kant. Ja, en dan morgen overdag. Ja, een prachtige dag. Flinke zonnige periode, overal droog. Het lijkt wel zomer, sterker nog, we krijgen te maken met zomerse temperaturen. Dus we worden echt verwend. Lokaal kan het 25 graden worden. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. Nou, donderdag, vrijdag en zaterdag zal de zon geregeld tevoorschijn komen, en soms bestaat de kans op een bui, maar lang niet overal. Het droge weerbeeld zal waarschijnlijk toch wel overheersen. En moet je eens kijken: het blijft gewoon warm. Vrijdag nog 24 en zaterdag nog ongeveer 23 graden. Pas op zondag wordt het wat minder warm dan een graad of 20, maar goed, bij weinig wind. En geregeld zon en op de meeste plaatsen droog weer, is het gewoon nog steeds lekker najaarsweer. Ik wens u nog een prettige dag. Geniet van het mooie weer en graag tot morgen.